Paleis Soestdijk verwacht de bezoek van de minister-president. En daarom werd onder meer de loper uitgelegd en verzamelde zich de visuele pers, voorzien van hele batterijen camera's, voor de hekken. Premier Marijnen kwam hierheen om aan haar majesteit de koningin het ontslag aan te bieden van zijn kabinet, dat het in een reeks van vergaderingen niet eens was geworden over het te voeren radio- en televisiebeleid. Na het onderhoud van de minister-president met de koningin dat meer dan 2 uur duurde, richtte alle belangstelling zich op Den Haag, waar 2 dagen later de Tweede Kamer bijeen was geroepen op verzoek van dokter Vondeling. Deze moest als fractieleider van een der partijen in de nieuwe situatie advies uitbrengen aan de koningin. Maar naar hij zei, kon hij dat niet. Omdat ik, meneer de voorzitter, niet op de hoogte ben van de oorzaken van deze kabinetscrisis en het dus ook bijzonder moeilijk is om wegen aan te geven waarop en waarlangs deze kabinetscrisis zou kunnen worden opgelost. De heer Vondeling verzocht of de minister-president in de Kamer aanwezig wilde zijn. En hij kreeg voor dit verzoek de steun van alle fracties op die van de VVD na. Daartoe uitgenodigd door de voorzitter, minister Van Tiel, verscheen premier Marijnen na een korte schorsing van de vergadering in de Kamer om de discussies bij te wonen. Echter zonder daaraan deel te nemen. Aan het einde van het debat dat volgde, diende de oppositieleider de volgende motie in. De Kamer in vergadering bijeen nodigt de regering uit de Kamer inlichtingen te geven. Het zij mondeling, en dat prefereer ik natuurlijk op dit moment in verband met de taak die ons wacht, meneer de voorzitter. Het zij schriftelijk, en dan wellicht iets later, maar dan toch ook nog welkom, zij het minder welkom dan op dit moment, over de oorzaken van de kabinetscrisis. Deze motie werd door de meerderheid van de Kamer verworpen, waarna de vergadering werd gesloten. Op Huis ten Bosch ontving de koningin daarna als eerste van de fractieleiders dokter Anders Schmeltzer van de Katholieke Volkspartij. Nadat hij Hare Majesteit van advies had gediend, verscheen dokter Vondeling in zijn kwaliteit van fractieleider van de Partij van de Arbeid. Vervolgens consulteerde de koningin de fractieleider van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, Mr. Geertsema. Al deze raadplegingen dienen om Hare Majesteit een zodanig inzicht te verschaffen in de gerezen moeilijkheden dat zij een formateur of informateur kan aanwijzen.